Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Deze week hebben de kinderen nog vakantie en Maarten die werkt alweer. Juist in dat soort weken is het echt goed en belangrijk voor me om af en toe even een momentje voor mezelf te hebben en rust. En mijn gedachten te ordenen. En het zijn van die kleine dingen die dan echt zo goed zijn voor je. Soms even frisse lucht, even niks doen, even gewoon voor je uitstaren. Je lichaam stretchen, het woord van God lezen, een dagboek. Om even in de rust wakker te worden. Ik ben gisteren bij de fysiotherapeut geweest voor dry needling. Mijn schouder zit heel vaak vast, dus als ik spanning ervaar, dan zit dat vaak hier. Ik vond het heel spannend, maar eigenlijk was het wel goed en fijn. Vandaag weer een dagje thuis met de kinderen. In de ochtend wordt het mooi weer, in de middag wat minder. Overweeg om misschien in de middag naar de bioscoop te gaan. Eens even kijken wat de kinderen willen. Ik heb altijd wel een paar ideeën achter de hand. En dan ga ik dadelijk eens afstemmen wat de kinderen leuk vinden. Ik heb net een stukje gelezen over je lichaam en dat het een tempel is van God. Dat we God mogen eren met ons lichaam. En daar maak ik ook uit op dat het gewoon goed en belangrijk is om goed voor je lichaam te zorgen. Daar hoort ook wel een beetje weer dat stukje bij van dat je wilt geven uit een volle tank. Als het goed gaat met jezelf, dat dat dan een goede voorwaarde is om ook er voor anderen te kunnen zijn. Ik ga proberen jullie vandaag mee te nemen. Ik wil wel heel lang bananenpannenkoekjes maken. Maar volgens mij heb ik dat nog nooit gemaakt. En bij mij is het echt zo. Alles wat ik voor het eerst doe, dan zie ik als een berg tegenop. Of dat vind ik spannend. Of I don't know what. Faalangst waarschijnlijk. Voel ik meteen weer die spanning. Hè? Want ik wil vandaag weer iets beter letten op mijn lichaam. Dat is ook wat ik net heb gelezen. En omdat ik dat dan voor het eerst doe, voel ik meteen die spanning hier. Ja, dat is echt onzin. Terwijl ik denk, ik ben gewoon banaantjes aan het pakken. Maar die alertheid is gewoon wel goed. En ik weet ook gewoon dat de Heilige Geest me gaat helpen vandaag hier wat meer bewust van te zijn. Ik had het best minimalistisch hier, maar er komen wat verjaardagsfeestjes aan. Ik heb al wat dingen gekocht en Lea heeft vakantie, dus die is van plan hier nog wat creatiefs mee te doen. Dus ja, dat soort dingen. In de vakantie ziet een en ander er anders uit. Kom je eten, schat? Samen met de Pippi Langkous dans. En toen schrok je. Schrok je, ja? En toen voelde ik iets. Nou, die konijntjes zitten al te wachten. Rustig, rustig. Ba. Dankjewel, schat. Ba. Kijk eens hier, hier zijn de nieuwe brokjes, jongens. En hier nog wat gedroogde kruiden, schatjes. Schatjes? Schatjes, gisteren moeten jullie alles om te eten. Je gaat nog even door. Nu zie je die wel, hè? Nou zeg. Zullen we even aankleden? De jongsten gaan even creatief bezig met kaarten voor de buren. Je hebt een mooi feestje. Dit is mijn gedeelte van de kledingkast. En guys, het is veel te veel. Maar ik verheug me er al een hele tijd op om te declutteren. Maar dat wilde ik echt bewaren tot de kinderen naar school zijn. En dan denk ik dat ik daar misschien een aparte video voor maak.
Ik ben even gedoucht, aangekleed en nu ga ik mijn make-up opdoen. De meeste vloggers die ik bekijk, die zeggen ja, ik doe vandaag maar een heel basic make-upje, heel snel. En dan vooralsnog smeren ze en nog een laag en nog een laag. Misschien moet ik me eens even laten bijscholen over make-up en kijken wat de nieuwste laatste trends zijn. Aan de andere kant denk ik, it's not me. Dus ik laat jullie nu even zien. Mijn make-up routine is denk ik echt quick and easy. En natural. Ik heb natuurlijke spulletjes. Dus here we go. Ik hou in ieder geval van dit natuurlijke merk van de DM. Dit is dus mijn dagcreme. Ik laat het even zo zien. Ik weet niet of dat pigment is. Dit is altijd wat rood. Ik wilde altijd nog een keer eens naar een huidarts gaan. Of de dermatoloog. Om eens te checken wat ik hier van binnenuit aan kan doen. In ieder geval, dit is iets wat nog op mijn lijst staat. Maar laatst heb ik dus even snel tussendoor van Catrice deze gekocht. Om dit eens een beetje te bedekken. Dus dat is het enige volgens mij wat niet natuurlijk is. Coverstick. Check. Dan heb ik deze gevonden. Daar ben ik super blij mee. Dat is eigenlijk ook gewoon een dagcreme. En die is groen. Maar die past zich aan je huidskleur. I love it. Hoef je ook niet moeilijk te doen met welk kleurtje het beste past. En misschien komt er nog een seizoen dat ik denk, oh, ik vind dat eigenlijk leuk om daar eens wat meer over te leren. En dat wat meer te oefenen. Misschien ook niet. Wat ik wel doe, omdat ik het idee heb dat bij deze natuurlijke spullen het over een paar uur weer minder is, heb ik zo'n setting powder gekocht. Ook wel van Alverde. Gewoon zo'n wit poedertje. Ja, in de hoop dat wat ik dan opsmeer, dat dat dan iets langer blijft zitten. En ik gebruik al een hele tijd geen mascara meer. Bij mascara is het ook gewoon zo dat in plaats van op mijn wimpers dat op een gegeven moment allemaal hier zit. Ja, dan denk ik, laat maar zitten. Maar het is wel eigenlijk veel mooier op het moment dat ik dat net heb opgedaan. Dit spul is dus ook van Alverde. Voor mijn wenkbrauwen een beetje kleurtje te geven. Transparante wenkbrauwen gel en mascara volgens mij ook. Maar dat doe ik dus alleen hier op. En van Alverde een lippenstiftje. En that's it. Really. Misschien zeg je, ja, kan ik zien dat het minimalistisch is. Maar weet je, that's me in the season and I'm okay with it. Kijk, dit is het dan, ja. En mijn haartjes nog doen. Er zijn een aantal dingetjes die ik in de ochtend altijd probeer te doen. Iedere dag. Is één ronde was draaien en even op iedere kamer op zijn minste bedden even opmaken. Dit is trouwens de kamer van Iggy. Hij slaapt hier niet, nog niet. Dat gaat misschien ooit nog een keer gebeuren als hij dat wil. Hij heeft in de voetstappen van zijn broer wilde hij een stoer beddengoed. En dit heeft hij gekozen. Ja, ik heb hem echt uit tig anderen laten kiezen. Maar dit wilde hij heel graag. Hij gamet zelf nog niet echt. Maar hij vond het gewoon stoer. Dus ik dacht, oké, prima. Deze manden kan ik dan afwisselen met het kastje, speelgoedkastje wat we beneden in de eetkamer hebben staan. En verder ja, verdient deze kamer nog wel wat aandacht op het moment dat hij echt hier intrekt, zeg maar. Hier is zijn kledingkast. Ja, het kastje vind ik wel grappig. Dat is nog zo'n vintage found die we ooit hebben gedaan. Ja, en die wifi-versterker staat hier. Wat we boven wel nodig hebben. En dit de enige kamer is waar niemand echt slaapt. Ik heb deze blouse van iemand gekregen, tweedehands. Dan test ik altijd even wat gebeurt als ik hem was. Moet ik hem strijken? Dit is een blouse die ik moet strijken. Dat doe ik niet in dit seizoen, dus deze wordt gedeclutterd. Althans, ik weet iemand die hier wel blij mee is. We hebben veel te lang niet meer gefietst. Dus dat gaan we nu even doen. We zijn weer thuis. Ik voelde meteen in mijn benen dat ik lang niet meer heb gefietst. Maar ja, dat is natuurlijk ook goed. Ik hoop dat ik dat nu weer wat vaker kan oppakken. Normaal gesproken zou ik nu eerst dit opruimen. Even wachten, liefie. De was in de droger en ophangen. En daarna even gaan zitten. Maar wat ik nu aan het leren ben, wat we nu vanochtend weer gelezen hebben, goed voor je lichaam zorgen. Ga ik eerst een snackje voor ons maken. Appeltje of zo. En dan ga ik zitten, omdat ik merk dat ik daar even behoefte aan heb, dan ga ik door met dit. Ja.
ben heel even naar de zolder gepiept om nog even de was op te hangen. Ik wilde nog even iets persoonlijks delen. Ik weet niet of je ook moeder bent of dat er op een andere manier veel van je gevraagd wordt. Of dat je soms het gevoel hebt dat je geleefd wordt. Dan kom je gegarandeerd ook op zo'n punt waar ik gisteren was. Ik had echt het gevoel dat ik even een reset nodig had. Ik had vorige week een ontsteking in mijn voet die steeds erger werd. Dus ik moest antibiotica slikken. De eerste antibiotica werkte niet, dus ik moest een sterkere. En ik was uiteindelijk zo blij en dankbaar dat de pijn in mijn voet en ook de koorts die ik daarvan had, dat die wegging. Dus dat was gaande, waardoor weer dingen bleven liggen. In de vakantie zelf, toen we in Zweden waren, ben ik ook een week ziek geweest. Heb ik echt 40 graden koorts gehad. Doordat ik dus twee keer ziek ben geweest, bleven best wat dingen liggen. Maar deze week was het de eerste week dat ik alleen was met de drie kindjes, terwijl Maarten moest werken. Ik ben ook iemand, volgende week begint school weer. Ik vind het gewoon super fijn als dan ja, alles weer enigszins op orde is. Iedereen heeft alles wat hij nodig heeft. In zijn schooltasje, in zijn sporttasje. Gezonde snacks in huis. Dat de was in de kast is. En in plaats van dat ik daar naartoe kon werken, werd het steeds erger deze week. Er kwam er steeds meer rommel. Plus drie kindjes die soms tegelijkertijd iets van je willen. Dat je boos bent op jezelf. Dat je overprikkeld raakt. En je wilt juist dat iedereen een gezellige tijd heeft. Die lat ligt daar, maar de realiteit van wat ik kan halen ligt daar. Daarnaast kwam dat ik in mijn herfst / richting de winter zat. En daardoor wat energie mis. Plus het feit dat je na 6 weken vakantie een ander soort connectie met je man hebt dan wanneer je af en toe echt eventjes 1-op-1 wat meer kan zijn. Maar dat zegt niet dat ik niet heb genoten. We hebben echt een super fijne vakantie gehad. En ergens ben ik ook wel weer, ja, sad dat maandag de kinderen weer naar school gaan. Maar ieder seizoen heeft ook echt zijn mooie kanten. En in die zin verheug ik me ook wel weer op dat ritme. Maar goed, gisteren was dus echt een piek bereikt dat ik echt het even niet meer overzag. En dat ik dacht, ik kan niet meer. En ik herken dit gevoel van vroeger. En vroeger wist ik ook echt niet wat ik moest. En nu dacht ik, oké, ik heb echt even reset nodig. We hebben gewoon kunnen regelen dat ik toch echt even alleen kon zijn. Ik heb eerst een ontspanningsoefening gedaan. Dat is een oefening die heeft mijn fysiotherapeut voor mij ingesproken. Op bed liggen, in- en uitademen. En dan dat ongemak wat je voelt, dat even er laten zijn. Gewoon even bewust waarnemen, oké, waar voel ik dat in mijn lichaam? Ik had een hele snelle hartslag. Soms voel ik het in mijn schouders. Nou ja, en dat even te laten zijn, te accepteren. In- en uitademen, juist naar die plek toe. En dat echt even, ja, 5 tot 10 minuutjes doen. En vanuit die ontspanning heb ik dan een to-do-lijst gemaakt. Bij mij is het dan ook vaak zo dat alles belangrijk is. 124 mapjes in mijn hoofd stonden open. Over de verjaardagsfeestjes van alle drie de kinderen en van Maarten die eraan komt. Over al het huishouden wat nog moest gebeuren. Over het start van de school. Gesprekken met juffen en meesters die eraan komen. Nou, al die dingen waren open in mijn hoofd. Alle mapjes. Dus ik heb even een braindump gemaakt. Alles opgeschreven en dan gekeken. Oké, wat heeft prioriteit? Wat moet echt as soon as possible gebeuren? Dat dus krijgt een 1. Wat kan nog iets wachten? Dat krijgt een 2. En wat is echt iets voor later? Dat kreeg een 3. En dan gekeken, oké, welke van die dingen met 1 kan ik vandaag doen? En die heb ik dan ook getackled. Ik heb ook echt het huis gisteren echt even van boven naar beneden opgeruimd. Nogmaals, poetsen in de vakantie doe ik alleen maar grof. Want de tijd met de kinderen is me ook te kostbaar anders. Na die reset merkte ik wel echt dat ik een ander mens was. Wat ik je wil zeggen is, als je in een situatie zit waarin je denkt, ik kan niet meer, ik weet het niet meer, ik ben overweldigd. It's okay, ten eerste. En ten tweede, neem het serieus. Blijf niet doorrennen, want dat was wat ik vroeger deed. Als een kip zonder kop, gewoon rennen, rennen, rennen. Dat geeft je niet wat je nodig hebt. Zorg ervoor dat je hulp krijgt om bijvoorbeeld echt even alleen te kunnen zijn. En erachter te komen, oké, wat is er nu eigenlijk echt allemaal mis? In mijn hoofd, in mijn lichaam. Wat voel ik? Wat ervaar ik? En dat echt eventjes, ja, er te laten zijn. Dan vanuit de rust en ontspanning een overzicht en een plan te maken. Oké, wat is binnen mijn mogelijkheden om iets aan te doen, om iets mee te doen? En wat niet, ja, dat laat je los. Dingen die bijvoorbeeld andere mensen aangaan of wat dan ook. Ja, sommige dingen kan je niks aan of mee. Maar de dingen waar je wel iets mee kan, probeer daar iets aan te doen. En schroom ook niet om hulp te vragen. Of iemand is voor je kan koken of je even 1-op-1 een wandeling met iemand kan maken. Bel iemand op, huilend. Hoe vaak doen we dat? Hoe vaak durven we dat te zeggen? Ik zit er doorheen. Wil je even naar me luisteren? Wat heb je nodig? Soms heb je het ook gewoon nodig om even naar buiten te gaan alleen. Ik wil hiervoor zeggen,
Wees bemoedigd. Als je op zo'n punt komt dat je even de rust kan nemen, kom je ook vaak zelf wel op een oplossing. En daar bedoel ik niet mee dat alles dan weer perfect zal zijn. Maar wel van wat heeft mijn lichaam echt even nodig om een tandje lager te komen. Om iets meer in die rust en in je lichaam te komen misschien. In plaats van in je hoofd alleen maar te zijn. Ik ga even de was doen en de vaat. En vanmiddag ga ik met mijn kinderen naar de bioscoop. Dat is een super goede combinatie. Want het gaat regenen. En Eli is nog nooit in de bioscoop geweest. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Snacktime. Voor de konijntjes. Hoi vriendje. Kijk eens hier. Oh, jij hebt er zin in. Alsjeblieft. Iets makkelijk. Eli, wat ben jij doen? Ben jij hem aan het helpen? Ben je de vaatwasser aan het uitruimen, schat? Dankjewel. Wat lief. Nou, vaatwasser is leeg. Nu moet ik nog inruimen, maar de kinderen hadden hier zin in. Dus we gaan even 3 citroenijsjes en 3 ijsdieijsjes maken. Mooi bezig, schat. Leek net echt. Is het jouw hand? Ja. Ja, zeker, schat. Hoe gaat je weg? Ik ga je helpen. Als je erop zit, gaat hij niet op. Wat? Hoe vind je het? Eli vroeg net waar de afstandsbediening is, dus schat. We're back home. Nick mag nog even zijn game tijd opmaken en die andere twee zitten ook weer op de bank met een schermpje. Eigenlijk zou ik nu met een spelletje moeten spelen of knutselen of wat dan ook. Maar ik ben super moe. Ik ben echt zo moe. Dus ik ga die plankjes hier afwassen. Ik hoor dat Maarten thuis komt. En dan ga ik even liggen voordat ik erop kom. Hi. Dat is wel echt het nadeel van zo'n school. Chips. En mag ik een popcorn van jou? En mag ik alsjeblieft een Fanta Zero? En mag ik, zo lastig. En dan denk je, ach ja, vakantie, weet je. Maar de gevolgen zijn voor ons. Dat was even een powernapje. Ik ga het avondeten klaarmaken. Ja, vergeten. Eerst dit nog even doen. Die is om op te vouwen en die is om op te hangen. Even kijken of deze het nog doet. Nee, doet het nog. Nee, kijk hier, doet hij het niet. Nou, dan niet hè. Laatste groente bijna. Ze zijn echt even alle restjes aan het opmaken. Dat we daarna weer een frisse start kunnen hebben. Eigenlijk vind ik dat wel lekker. Biologische runderhamburgers. Spinazie. En dat worden kleine groenteburgers. Dat is zo'n poeder van de DM. Die mix je met water en dan kan ik dadelijk gaan vormen. Hier komen dan hamburgertjes op met dit. En natuurlijk patatas. Dit heeft te maken met dat ik weinig geduld heb, dat ik geen zin heb in rauw vlees en misschien dat ik gewoon helemaal niet goed ben in vlees bakken en dat ik wil proberen meer vlees eruit te halen of meer hamburgers. Dan snij ik de burgers door midden horizontaal. Nog iemand die dat wel eens doet?
nu in de vakantie, een lekkere zomeravond, kan het nog. Lekker even samen op de trampoline. En vanaf volgende week weer school. Ik heb hier alles zover opgeruimd. Ik weet niet precies wanneer ik deze vlog ga uploaden. Waarschijnlijk zijn alle vakanties dan al voorbij. Mocht je nog vakantie hebben, dan geniet er nog van. En mocht je alweer opgestart zijn of gaan opstarten, dan heel veel succes en ook weer plezier. Leuk dat je kijkt naar deze vlog en wellicht tot de volgende vlog. Doei!